koud. Oh, hoor je dat? Ja. En dit beetje tong eraan, anders blijven we eraan vastkleden. Ja, kijk eens wat er gebeurt. Hier sta ik bij een dame, die is, ik kan het niet helemaal goed zien, maar wat ben je aan het bakken? Ik ben kastanjes aan het poffen. Ja. Lekker ouderwets. Okay. Ja. En zijn die kastanjes wild of hoe noem je dat? Tamme kastanjes. Ja, wilde kastanjes kan je niet eten. Maar, dat koop je in de winkel? Die koop je bij de groenteman bijvoorbeeld, ja. Wie heb ik eigenlijk voor mij staan? Jennifer, van Jennifer's Kitchen. Jennifer's Kitchen. Ja. Wat is dat? Dat is een bedrijf die dagverse avondmaaltijden maakt voor onder andere gezinnen. En die worden gedistribueerd via kinderdagverblijf. Ja. En nou ben je met de kastanjes bezig. Dat heet poffen. Kastanjes poffen, inderdaad. Ja. Een beetje modderig hier vanavond, hè? Nou hè, maar we staan veilig en we staan uit de wind. Dus helemaal goed. Ja. Thank you.
op Dijkstraat is het nu avond, hè? Ja. In de winter gaan we het een keer doen. Ja, we gaan het nu een keer doen in de winter. Cultuur borrelt in de winter. Ja. Vorig jaar hebben we het kunstfestival gehad. Ja. En daarvoor een klein kunstfestival het jaar daarvoor. Maar dit keer een festival van de podiumkunsten. En we zijn net begonnen met de Pyromancer, met een schitterende vuurshow. Ja. En zometeen gaan we deze avond vervolgen met Alex Roeka met band, die in de grote circus tent, die heerlijk verwarmd is, om 8:30 zal gaan beginnen. Ja. Nou, lag er verleden week sneeuw, dat had heel mooi geweest. Dan was het ook nog wat een beetje lichter geweest. Die is nou net vandaag helemaal verdwenen en is een beetje modderig geworden. Het is zelfs heel erg modderig geworden. Dat hebben we proberen te ondervangen met platen die we op de vloer hebben gelegd. Ja. Maar ja, het ijs is gesmolten, heel veel water, er gaan wagens overheen. En ja, dat is een probleem. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat het veel warmer is. Zodat de tent en de open tent ook beter te verwarmen zijn. Zodat de mensen het in ieder geval niet koud hebben. Ja. Rob, het is nu vrijdagavond, maar dit festivaletje, het is toch wel even 3 dagen, hè? 3 dagen, ja. Ja, hartstikke leuk. We hebben een heel mooi zaterdagmiddag- en avondprogramma. Ja. Zaterdagmiddag meer op de kinderen gericht. Ja. En hebben we een theatervoorstelling. En we hebben een workshop lampionnen maken. En het leuke daaraan is dat de mensen met hun kinderen of kinderen alleen in de tent lampionnen gaan maken. Ja. Onder leiding van een kunstenares. Die aan het einde van de middag, zo rond 5:00, symbolisch de lucht in worden gelaten. Dus ze zien ook meteen het resultaat ervan. Dan 's avonds is er een heel mooi programma, eigenlijk een volledig theaterprogramma. Alle podiumkunsten komen daar aan bod, theater, poëzie, dans, muziek. En dat wordt verzorgd door Stichting Metamorfose uit Vlaardingen, die bekend zijn van de Nacht van de Nacht. En wat andere ben ik even vergeten, maar het podium in Vlaardingen in de zomer. Nou, dat wordt een heel mooi programma. Dat begint al om 7:15. Dan kunnen mensen verzamelen. Dan krijgen ze een kleine tour door het park met wat voorstellingen. En dan om 8:00 is het naar de tent toe. En dan vindt er een avondvullend programma plaats tot 9:45. Ja. En dan hebben we de zondag, hè? En dan de zondag. Een heel mooi, mooi fijn programma. Een mooie brunch om 14:00 met jazz en wat klassieke muziek. Ik denk jazzmuziek op dit moment. En om 15:00 is er een mooi literair programma. Hans Lodijze, de vroeg gestorven dichter, die de 50ers nogal heeft beïnvloed, die wordt door Tatjana Radier en Roland Drost wordt die eigenlijk in het licht gezet. Zij zal gedichten vertolken en hij zal haar begeleiden op accordeon. En daarna is er een hele swingende afsluiter met een salsa band, Sonando. 6 rasmuzikanten die het vanaf 16:30 ongeveer afsluiten. Ja. Rob, is het allemaal voor de buurtbewoners, zoals eigenlijk altijd de festivalletjes in het Julianapark zijn? Is het echt voor de buurt? Het is zeker voor de buurt, maar het is natuurlijk ook voor heel Schiedam. Ja. Wij krijgen in de zomer ook steeds meer mensen die vanuit het centrum, vanuit de Gorze en ook wel mensen uit Noord komen. Centrum natuurlijk niet te vergeten. Ja. Maar gelukkig, wij richten ons nog steeds wel altijd op West. Ook met het flyeren wat we hier volledig in de hele wijk doen. Centrum ook nu wat erbij gepakt. Maar we zijn altijd blij als er dominant mensen uit West komen. Maar het is natuurlijk voor iedereen. Oké, we hopen dat we lekker weer hebben. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik zag dat er licht was in de muziektent en ik ga erheen. Dan blijkt hier een soort atelier. Blijk ik in beland. Er zitten 2 mensen. Zijn jullie echtpaar? Nee hoor, dat is mijn zus. Ik ben haar broer. Okay. Wat zijn jullie aan het maken hier voor het festival? Ja, voor het festival. Ja, we maken een stuk of 25 van deze lampions als verlichting. En ze drijven daar, of nou, ze staan nu op het ijs. Ja. En deze die gaat ook op het ijs staan. Deze is eigenlijk voor morgen. We kunnen ze nu net zo goed nu al vastmaken, zeg maar. Hè? Nou, heb je dat alvast maar gehad? Hebben we dat alvast maar gedaan. En er komt straks een lichtje in daar. En dan op zondag, eind van de middag, dan gaan we ze aan de buitenkant aansteken. Ja. Oh, dat zou wel flink fikken, denk ik. Dat denk ik ook wel, want dit is allemaal paraffine. Dus dat gaat wel hard dan, zeg maar. Hè? Dus, ik denk dat er misschien van die, nou, een stuk of 10 van die grote kaarsjes zitten erin. Ja, ja. En is dat jullie professie, dame? Nee, dat is niet mijn professie. Dat is een hobby.
Ik ben alleen maar assistent. Oké. Okay. Ja. Doe je dat vaker van die lampionnen maken of doe je ook andere dingen? Ja, ik doe eigenlijk allerlei dingen die aan het veranderen zijn. Zeg maar. Veranderen. Dus ik maak beelden van ijs. Hè, die ja. Dit is van paraffine. Het smelt en het verandert. Ik maak tekeningen van zout op zink. Dat verandert ook. Ja. Zeg maar, dat past weer die plaat aan. Een soort van levende kunstwerken. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk stopt het niet. Ja. Het houdt nooit op. Nee. Dat klopt, ja. Oké, okay. Succes. Ja, dankjewel. En we gaan kijken hoe ze fikken zondag. Ja, ja. Je was mooi op de trappen. Thank you.